Ja, waar ik zelf nog steeds al heel enthousiast over ben, is dat studenten als ze binnenkomen echt niet weten waar ze nou eigenlijk precies voor kiezen. Maar iedere keer als ze eruit komen, zeggen: wow, dit heeft echt iets veranderd in mijn leven en hoe ik professional ben, maar ook hoe ik gewoon mens ben. En dat we dat dan met theater doen, dat is helemaal leuk. De Minor Act is vanuit twee behoeften ontstaan. Enerzijds bestaat eigenlijk al langer de behoefte om studenten te leren trainingsacteren, zodat ze ook in een rol kunnen verplaatsen, eigenlijk in hun beroep aan de andere kant kunnen komen te zitten en daar leren ervaren hoe het is. En anderzijds is theater een middel om iets in beweging te zetten in concrete beroepssituaties. Stel je bent sociaal werker in opleiding en je wilt echt eens in de rol van de cliënt ervaren hoe het is. Dat kan ook als journalist, dat kan ook als bedrijfskundige. En dit vak wordt ook gebruikt in al die beroepsgroepen. Binnen de Minor, hoe we leren, is heel ervaringsgericht. Dus steeds door te doen ontdekken we en leren we. In plaats van andersom door erover te lezen, ga je het vervolgens in praktijk brengen. En die creatieve manier van werken en dat ervaringsgerichte manier van werken levert bij studenten gewoon ook veel confrontatie en veel ontdekking op. Of je nou voltijd of deeltijd of uit het vak komt, maakt eigenlijk niet uit. Wat wel uitmaakt is, ben je bereid om buiten je comfortzone te gaan werken? Durf je creatieve processen aan? Durf je je open te stellen voor wat op je afkomt en eigenlijk dat wat je geleerd hebt los te laten en opnieuw een leerproces in te stappen?